Uniek, ja? Die heb ik al gehoord. Poorters en poorteressen van Den Briel. Ik wou maar beginnen en in ieder geval dank zeggen aan ieder die de moeite heeft genomen om hier aanwezig te zijn bij de opening van de Geuzennaald. Vanochtend was het code geel, dus toppers dit allemaal die dat trotseren. En ja, ik moest gelijk denken aan de teksten van Lumey zelf. En dan begin je met poorters en poorteressen van Den Briel. Wij staan hier voor de deuren van de Geuzennaald. En wellicht hebben jullie gezien afgelopen weekend, tijdens die prachtige modeshow, dat de dames van de Geuzennaald afgelopen periode weer enorm veel werk hebben verzet. En dat werk, dat gaat niet helemaal vanzelf. Er is veel werk verzet en vooral al het afgelopen moois wat er in de afgelopen dagen weer gemaakt is, hangt binnen. En als we het hebben over weer gemaakt, dan is dat een vertrouwd beeld wat we krijgen. Van een aantal enthousiaste en bevlogen dames en soms een enkele heer die al jaren zich inzetten om de verbinding tot stand te brengen tussen vandaag en de geschiedenis van vroeger. En dat is geen vanzelfsprekendheid. Met de vele uren die doorgebracht zijn achter een naaimachine of met de schaar patronen knippend op de zolder of thuis. En zo is dat uitgevoerd en vormgegeven. En een enkeling die gaat zelfs zo ver dat hij hulp nodig heeft van een fysiotherapeut om de spieren en de pezen enigszins mobiel te houden. Kijk, dat bedoelen we. En om die stramheid te verdrijven. Nou, daar ligt weer een mooie brug naar de 1 april, want als admiraal Lumey heb ik er een enorm veel passie in en is het mijn hobby om Spanjaarden te verdrijven uit de talrijke steden van deze landen. Maar jullie inzet, en dan moet ik even goed kijken waar jullie allemaal staan, jullie inzet is niet onopgemerkt gebleven. Hè? Want we zien de pers staan en zelfs jullie naam en faam is buiten Brielle bekend. En die indruk die dat gemaakt heeft, daar ben ik als admiraal wel eens een beetje jaloers op. Want jullie weten dat ik de ring die ik aan Blois heb meegegeven en aan Koppelstok is overhandigd, dat hij totaal geen indruk gemaakt heeft op dat paapse vroedschap hier in Den Briel. En daarom heb ik besloten om die zegelring, die feitelijk niks voorstelt voor dat paapse vroedschap, in dit geval als blijk van vertrouwen en als symbool voor de inzet van deze dames te schenken aan de Geuzennaald. Floor. Ja. Zo, hallo. Oeh, wat? Maar die ring die staat dus symbool voor de trouw en de inzet. En is tevens een waarborg voor de echtheid van hetgeen wat hier gemaakt wordt. En door die jaren heen getoond en zichtbaar in de straten van Den Briel en voelbaar op menig huid van een poorter en een poorteres is het soepele goud en het blinkend zilver. Dank hartelijk voor jullie inzet in de afgelopen jaren. En dan nu, in naam van Oranje, verklaar ik de Geuzennaald voor dit jaar voor geopend. Let wel, neem je beurs mee, aarzel niet, toon je vrijmoedigheid en koop. Ik weet niet of er veel kleiner is.